3FM. Hallo dan en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van 3FM.nl. We hadden het idee voor deze video al wat langer, maar het werd ineens allemaal een stuk actueler. Want zondag 10 januari overleed David Bowie. Hij is 69 jaar geworden. Tentoonstelling hier achter me in het Groningen Museum is ook al een tijdje aan de gang. En ja, ik kan echt niet wachten om naar binnen te gaan, dus alsjeblieft, kom mee. In 1969 schreef David Bowie een liedje over een astronaut die aan het ronddolen was in de ruimte. Dat liedje werd uiteindelijk Space Oddity en dat noemde hij naar deze film. 2001 A Space Odyssey van Stanley Kubrick uit 1968. En de timing had echt niet beter kunnen zijn, want Apollo 11 was onderweg naar de maan. En de BBC gebruikte het liedje Space Oddity ook onder de beelden. Wat ook tof is aan David Bowie is dat hij een van de eerste artiesten was die alles zelf in de hand wilde houden. En nu zie je dat ook met artiesten als Lady Gaga en Rihanna, die gewoon een hele duidelijke identiteit hebben in zowel op het podium als albumhoesen en zo. En hij verzamelde een groep mensen om zich heen waarmee hij dus zijn identiteit nog sterker op de kaart kon zetten. David Bowie was inmiddels wereldberoemd en had zelf ook het idee van ik moet een beetje ontsnappen en ik moet een beetje tot rust komen en ik moet weer nieuwe creatieve energie krijgen. En daarom besloot hij te verhuizen naar Berlijn. Ja, en daar maakte hij misschien wel zijn beroemdste werk ooit. Een soort overwinningshym geworden op Olympische Spelen en sportevenementen. En hier hangen ze, de handgeschreven tekst van Heroes. Ik kan hier echt nog uren blijven lopen, maar het is tijd om te gaan. Ga ze muziek checken, ga ze films checken, check het op 3FM.nl, ga erover lezen. Of ga naar het Groningen Museum. Nog tot 13 maart is hier de tentoonstelling. David Bowie is te bewonderen.